Mijn hele leven lang is de filmkenner in mij weg geweest van Steven Spielberg. Ben jij nou één stap verwijderd van Steven Spielberg met deze deal met DreamWorks? Ja, ik denk het wel, het is toch zijn bedrijf. Ik ga je zo aanraken. Ja, heel goed, heel goed. Zo, Huip, een volle maand in het warme Arizona. We hebben ons letterlijk en figuurlijk ver weg weten te houden van musical. Maar musicalworld.tv is weer even terug. Te beginnen bij Albert Verlinde, die een nieuwe naam heeft verzonnen voor zijn musicalbedrijf. Nou, er zijn 8 reclamebureaus bezig geweest. Hoe het gaat heten. Kijk maar. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe voelt dat? Met je snuffert voor de naam van Albert te staan. Ja, dat voelt heel goed. Ja? Ik werk natuurlijk al 8 jaar met hem samen, dus dat is niet helemaal nieuw en onwennig. En ik ben er ook heel erg trots op dat hij de naam aan het bedrijf heeft willen verlenen. Ja. Omdat het klinkt simpel, Albert Verlinde Entertainment. Het klinkt ook heel logisch. Maar er is wel echt over nagedacht. Want we willen en verbreden met ons bedrijf. We willen een entertainmentbedrijf zijn. En de man die dat bedacht heeft, die de grondlegger is, maar die ook nog steeds de katalysator is, de aanjager. Is Albert Verlinde. Ja. Dus ja, om die twee dingen samen te voegen, ik vind hem heel logisch. Terwijl jij de dagelijkse leiding gaat krijgen. Ja, maar je zegt het goed. Ik heb de dagelijkse leiding. Albert heeft mij aangesteld, dus hij is eigenaar, en mij aangesteld om de dagelijkse leiding te voeren. En dat, dus het geeft het alleen maar goed aan. Albert, gefeliciteerd aan het begin van een nieuw bedrijf. Ja, dankjewel. Je moet me toch even vertellen. Ik ken je nou al een paar jaar als theaterproducent. En gezellig was eigenlijk het toverwoord. Nu bruist het van ambitie en vuur. Ja. Is er iets gebeurd? Er is een alarmsignaal geweest? Nee, totaal niet. Het is juist dat we de vonk die VNV lang gehad heeft, die waren een beetje kwijtgeraakt. Mm-hmm. En nu zie je ineens dat met Albert Verlinde producties en Albert Verlinde Entertainment weer klaar zijn voor de toekomst. En die gezelligheid die is er nog steeds. Ik bedoel, we blijven nog steeds een bedrijf waar mensen dolgraag voor werken. Maar het is wel een bedrijf waar heel veel geld in omgaat. Ja. En dat betekent dat je goed moet duidelijk maken waar je mee bezig bent. Ja. En als je dan ziet dat je met musicals, nou, ik denk dat we fantastische titels hebben, dat hoef je niemand uit te leggen. Buddy Holly, Annie, Shrek, bedoel, een deal met DreamWorks. Ja, dat is fantastisch. En die deal krijg je echt niet alleen omdat je zulke gezellige mensen bent. Die krijg je omdat ze vertrouwen hebben in hoe je artistiek werkt, hoe je zakelijk werkt. Jeroen Dona, wat voor stempel drukt hij op wat we al kennen van het bedrijf van Albert? Nou, wat ik probeer te doen is allereerst te zorgen dat we het publiek blijven geven waar het om gaat. Kijk, het gaat niet om mij of het gaat eigenlijk niet eens om ons bedrijf. Het gaat om de producties, om het entertainment dat we maken. Dat is wat het publiek zich in moet herkennen. En het is mijn taak om daarvoor te zorgen dat we en het entertainment vinden. Het zij door het zelf te maken of te ontwikkelen of om het ergens in de wereld te vinden. Waarvan wij overtuigd zijn dat het Nederlandse publiek of het Vlaamse publiek daarop zit te wachten. Allereerst. En ten tweede moet ik er dan ook nog voor zorgen dat dat in een goede harmonie met heel veel sfeer en met dezelfde liefde voor het vak gaat. Wat wij hebben altijd als VNV hebben voorgestaan. En wat we binnen Albert Verlinde Entertainment absoluut willen blijven voortzetten. Jullie worden een entertainmentbedrijf. Dan denk ik aan toneel, aan televisie. Ja. Personality acts. Absoluut. We gaan allereerst gewoon doen wat we altijd gedaan hebben. Laten we dat voorop stellen. We blijven prachtige musicals maken. We gaan toneel maken, muziektheater, concerten. Dat hebben we allemaal al gedaan. Het enige wat we hebben gezegd, om klaar te zijn voor de toekomst, zullen we het wel moeten gaan verbreden. En die verbreding die gaan we zoeken en bij televisie. Ook logisch natuurlijk met Albert aan het roer in dit bedrijf. En we gaan kijken of we ons wat internationaler kunnen oriënteren. You were born to be on stage, man. You're a star. Zoe Babayan. Justin Timberlake. Christina Aguilera. Selena. Erik Sade. Lady Gaga. We zijn een musical site. Ik hoef me geen zorgen te maken dat jullie een musical een beetje zat aan het zijn. Nee, want als je net die titel van Shrek aankondigt, dan heb je volgens mij levende bewijs dat we het niet gaan loslaten. Ja. Alles behalve zelfs, we zijn ambitieuzer dan ooit. Het ongelooflijke entertainment spektakel wat DreamWorks gemaakt heeft van Shrek, dat willen wij in Nederland ook gaan neerzetten. Dus nee hoor, je bent niet van ons af. En wij zullen als eerste, en dat is daar extra bijzonder, ook de kans krijgen om onze eigen versie te maken. Dus af te stappen van de versie die dit bedrijf gemaakt heeft. Maar we zullen het gaan doen volledig in de geest van de film waarop die gebaseerd is.
En die film, dat is de... Volle kracht vooruit. Het komende seizoen, Daddy Cool, dat staat al helemaal als een huis. Daarna krijgen we bijvoorbeeld weer iets muzikaals, Buddy Holly. 1, 2, 3, 4. Wat we niet wilden was komend seizoen weer gelijk met een autobiografische musical komen. Na de prachtige reeks die we hebben gehad. Maar ja, dan ga je toch aan muziek denken. Je gaat aan personalities denken. Je gaat naar shows kijken in de wereld. En we hadden al een tijdje deze show in het oog. En we waren eigenlijk enorm verbaasd dat hij in Nederland nog nooit op de planken is geweest. En toen we ons echt gingen verdiepen in die show en met de mensen in Londen daarover gingen spreken. En de show ook daar weer gingen kijken. Ja, het plezier, de herkenning die je hebt bij deze voorstelling met de muziek. Het gaat volgens mij muziekliefhebbers in Nederland iets hele fijne herinneringen aan vroeger terugbrengen. Ja. En dat willen we gaan maken, dat willen we gaan doen. Als er in Londen een theater leeg staat, dan zetten ze de Buddy Holly story erin en dan gaat het goed. Als er in Duitsland een theater van een ander bedrijf leeg staat, dan zetten ze de Buddy Holly story erin, want dan loopt het. En ik vind het zo raar dat iemand die zoveel muziek gemaakt heeft, die we zo kennen, dat daar nog nooit, dat die beroemde voorstelling nooit in Nederland te zien geweest is. Dus we zijn er lang mee bezig geweest, ook omdat ze... De Engelsen hadden slechte ervaringen met Nederlandse producenten op dit gebied. En op het moment dat wij daar binnenkwamen, dat is dan toch die gezelligheid gekoppeld aan zakelijkheid. Zeiden ze, ja, jullie mogen het gaan doen. Can I have your name, please? It's Buddy. Is er publiek voor, denken jullie? Schatten jullie in? Ja, absoluut. Want anders zouden we het niet doen. Ik bedoel dan, hij is in 1959 samen met de muziek doodgegaan. Ja, dat zei ik in de presentatie al. 3 februari, the day the music died, zoals zijn fans nog steeds zeggen. Kijk, zijn muziek is onnavolgbaar, denk ik. Ik bedoel, hij is een van de grondleggers van de rock and roll, maar ook van country muziek. En wat je merkt met de mensen waar we tot nu toe over deze voorstelling mee praten, is dat iedereen toch een soort twinkeling in zijn ogen krijgt. The late, great Buddy Holly, who died today, February 3rd, 1959, in a tragic plane crash that has shocked the nation. And we'll know why just you and I know true love ways. Ten slotte Shrek. I thought love was only true in fairy tales. Met for someone else, but not for me. Nou, je moet eigenlijk bij Shrek denken aan The Lion King. Het is zo'n voorstelling voor jong en oud, waar iedereen naartoe kan. Het is waar iedereen van houdt. Studenten houden ervan dat het rare humor is. Ouderen houden ervan dat ze hebben zitten genieten met hun kinderen. En kinderen houden ervan omdat het zo fantasievol is. Shrek is één van die titels, net als The Lion King, waar je met z'n allen naartoe wil. Het is geen kindervoorstelling. Het is echt een familiemusical in de traditie van The Lion King. I'm a believer, I could leave her if I tried. Ik heb hem afgelopen zomer gezien in Londen. Ik moet zeggen, dat was al een gedownsized versie, maar het was pracht en praal. En van jullie ken ik, jullie zijn, laat ik niet zeggen zuinig, maar wel economisch. Nou, ik denk dat we verstandig zijn. Ik denk dat dat een andere bewoording ervoor is. Kijk, wat wij doen, en we hebben daar in de presentatie ook aan gerefereerd. Wat wij proberen is om een voorstelling te maken die het Nederlands publiek waardig is. Die de titel waardig is, maar die ook kan bestaan in Nederland. Want wij willen nog graag heel lang blijven bestaan. En dat moeten we dus wel verstandig doen. Maar ik kan je garanderen, en je mag me erop aanspreken bij de première. Dus laten we die afspraak maken samen. Dat wij het enorme spektakel wat Londen is, en jij noemt het gedownsized, kun je nagaan hoe het in New York was. Ja. Maar het enorme entertainment spektakel wat Londen is, dat we dat het publiek hier in Nederland ook gaan geven. And then I saw her face. I saw her face. Now I'm a believer. I saw her face. Not a trace. No, not a trace. Of doubt in my mind. In my mind. Ten slotte, we kunnen niet ontkomen aan de actualiteit. Hoe zou jij een titel als The Producers naar Nederland hebben gebracht en ervoor hebben gezorgd dat hij langer zou spelen dan een week? Ik heb ook de rechten mogen kopen. Ik heb het niet gedaan. En dat is omdat ik het antwoord op de vraag van jou niet zag. Aha. Ik zag het niet voor Nederland. Wat was er mis mee? Het is voor het vak een hartstikke leuke musical. En voor het publiek wist ik het niet. En nu weet ik het. Het is geen voorstelling voor een groot publiek, jammer genoeg. Maar ik vind wel dat het vak even zichzelf aan mag kijken. Want iedereen die nu treurend aan de kant staat, heeft wel verzuimd om vooraf heel groot promotie te maken voor deze musical. Want waar waren al die talkshows en die leuke programma's in de voorpubliciteit?
pas als het graf gegraven is en de kist staat erop. Dan gaat heel mediatechnisch Nederland eromheen staan en zeggen, hoe heeft dit nou toch kunnen gebeuren? Nou, dan mag iedereen zichzelf even op aankijken. Dus de Shrek-machine gaat vanaf nu wel zo'n beetje lopen, als het aan jou ligt? Ik denk de Shrek en de Annie en de Buddy Holly-machine moet lopen. Maar ook de Wicked-machine en ook de Saturday Night Fever-machine. We moeten met z'n allen zorgen dat musical lekker blijft om naartoe te gaan. Want dat verdient die theatervoering.